Ik ben maar in de ik ben ook niet voor de nieuwe Kuip. Waarom ben je daar niet voor? Mag ik dat even weten? Au. Waarom ben je daar niet voor? Goed verhaal dit, jongens. Even de auto uit. Ach, wat een service, Max. Wat een service. Doe maar even de auto dicht. Alsjeblieft. Moet ik ook alles voor je doen? Ik ben met Max bij de paté. Want ik had wel zin om naar een film te gaan en Max ook. Dus wij gaan samen naar de paté. Het klonk in de zin dat jij zei niet alsof ik een keuze had. Wat zeg je nou? Ik vroeg aan jou, heb je zin om naar de bioscoop te gaan? Jij zei, kom, we gaan naar de bios. Je lult weer. Echt zo moe word ik van die jongen. In ieder geval, ik heb dus net getraind. Dat heb ik niet gefilmd. Maar ik ben weer helemaal kapot gemaakt. Dus ik heb even snel gedoucht en toen ben ik dus om gaan kleden. Eerst gaan we parklijn doen. En we gaan dus naar een film waarvan we niet eens weten waar het over gaat. Welke film gaan we even kijken? Iets met Glass. Dus we gaan het zien. Maar die hadden we toch gemist? Nee, de 4D hadden we gemist. Want ik wou niet naar Greed 2, want ik heb Greed 1 niet gezien. Greed dus is het, hè, loser. Ik weet ook niet wat het is. Greed, ik ga stuk. Nee, we gaan nu naar de bioscoop, zie ik. Ik schrik hier een beetje van. Wat zie je daar? Dit was dus... Daar moet ik dus even naar kijken. Dus lief. Dit was dus in 2009. Dan kan je dus zo je pas scannen. Heel heftig dit. Deze foto. Ik hoop dat ik die een keer kan veranderen. Ik denk het niet. Hoi. Wil je zo'n stoeltje? Nee, je moet dus gewoon jezelf zijn. Oh, ik moet mezelf zijn. Oké, sorry. Wat zijn we aan het doen? Ik ben bij Marcel. En we zijn foto's aan het maken. Marcel heeft een winkel. Nou, dankjewel, maar... Het is heel goed. Het is goed. Marcel heeft een winkel in Delft. En ik ga jullie zo wel even een paar dingetjes laten zien. Ik had net ook een... wat was het nou? Zo'n teddystof. Die was heel nice. Pak aan. Ja, die was heel nice. Het zat echt heel lekker gewoon. En zomaar, nou ja, oké, ik loop er meer bij alsof het te warm is. Maar ik moet zeggen, ik heb het niet heel koud. Maar het is echt. Het is heel koud. Maar ik vind het wel meevallen. Vind je het nou af dat we zo lopen? Nou, een beetje wel, maar ja. Ik vind het leuk hoor. Dat ik een dagje mee mag lopen. Dagje meelopen. Maar heb ik eigenlijk nog meer outfits? Nog eentje. Ja, we gaan zo meteen nog eentje schieten. Oké, die laat ik jullie dan ook even zien. En dan. Laat ik jullie zo ook even de winkel zien. We gaan nu even teruglopen. Oké, doei. Dit is dus dat teddypak. En het zit zo lekker. Dit wil je gewoon in huis hebben. Let niet op de troep die ik hier achter heb achtergelaten, maar... En ik had het net dus met hakken aan en dat stond super leuk. I like it. Ik ben inmiddels weer thuis en ik had dus nog wat dingen gekocht bij Dinmar. Het zit trouwens in Delft, Dinmar Fashion Store heet het. Ik heb dit... shirt van Daily Paper in een L. Is lekker groot gekocht. Dit shirt ook van Daily Paper voor Joos. En even kijken. Waar is die trui? Waar heeft hij die trui gelaten? Zeker aan deze kant. Oh ja. En deze trui. Ook zwart. Deze hoodie. Ook film. Dit is dat shirt. En I like it. Ik vind het echt leuk. Oh, goedemorgen, mensjes. Het is inmiddels al de volgende dag. En ik zit weer braaf in de auto in de ochtend met Joos. Met zijn korte broek.
om te gaan sporten. Ik moet zeggen, ik heb er wel steeds meer moeite mee. Maar weet je wat het ook is, joh? Sommige oefeningen vind ik echt niet erg om te doen, maar andere vind ik gewoon verschrikkelijk. Heb jij dat ook? Je moet er gewoon eraan wennen. Je begint net. Hier is een flitser. Ik rijd geen 50, ik rijd 40. Je ging door rood bijna, dat bedoelde ik. Nee, maar ik bedoel van... Ik heb het niet over ergens in spierpijn of zo, maar ik heb het over... Sommige oefeningen vind ik gewoon niet erg om te doen. En andere vind ik gewoon afschuwelijk. Ja, iedereen heeft dat. Wij gaan dus nu sporten en ik zie dat mijn camera leeg is. Dus ik ga het jullie ook niet meer aandoen om dan nog een keer alles te filmen. En dan zie ik jullie zo. Hoi mensjes en welkom bij een nieuwe dag. Zoals je ziet zie ik er niet top uit. En dat komt omdat ik me niet zo lekker heb gevoeld deze dagen. En ik voel me eindelijk weer een beetje beter. Dus ik dacht ik ga nog even video met jullie afsluiten. Ik ben ook in het huis van mijn vriendin. Ik pas dus op Shane en hij is mijn liefde. Shane, kom eens. Shaney. Kom eens naar tante. Wie is dat? Wie is dat? Zeg die. Zeg eens tante. Tante, kus. Oh, lekker. Oh, lekker. Ja, kus, tante, kus, tante, kus. Love you. Oh, hou van jou, zegt hij. Hij is zo lief. Maar goed, in ieder geval zullen jullie hem dus in mijn volgende vlog heel veel tegenkomen. Want ik ga met hem op pad. Ik zal jullie dus die schoenen van Ali laten zien. Tadam, tadam. Love it. Met zo'n... mijn plan is dus dit met die broek. En dan wil ik een soort leren corsetachtig vinden. Maar ja, moet ik wel vinden natuurlijk. Maar ik vind ze zo... Trouwens dit blouseje. Het is een beetje zachte corduroy stof. Een beetje in het felgroen gekocht bij de Zara. Ja, dat dus. Kijk hoe het precies werkt. Want... Ik moet even kijken hoe het precies werkt. Want nu doe ik dus iets niet goed. Maar I love it. Ik heb ze dus gekocht voor €13,92. Je hebt dus allemaal kleuren. Die gele wil ik ook heel graag. Maar ik dacht, ja, ik ga eerst eens even kijken. Hoe ze zitten. En of ze wel mooi zitten. En of ik ze pas. Ik heb wel een maat groter genomen. De zwarte. Dus deze stop. Ik zal even deze link zal ik even in de beschrijving zetten. Zodat jullie het ook kunnen bestellen. Het is echt, echt een topschoen. En de jeans is trouwens van de Zara. Dus sorry voor deze korte vlog. Laat me even weten of jullie een AliExpress schoenenshop vlog willen hebben. Als ik allemaal schoenen ga bestellen op AliExpress, laat me even weten of je dat leuk vindt. Ik ga even mijn haar uitkammen, dat doe ik dus nooit als ik ziek ben of als ik me niet lekker voel. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!